Ik ga je laten zien hoe jij deze leuke kerstbal zelf kan vouwen en opblazen. Ik leg het even opzij. Zorg ervoor dat je een wat groter vouwblaadje hebt. Je hebt dus nog één maat kleiner. Nou, die zijn wat te klein. Deze is wel goed. Je begint met een kruis. Ik draai hem even zo om, zo. En dan vouw je hem weer open. En hetzelfde doen we aan de andere kant. Zo. Kijk, en dan zie je dus dat je een kruis hebt. Zie je dat? Okay. Wat je nu doet is, je legt hem even zo. En je pakt deze twee zijkanten met je vingers vast. En dan ga je langzaam met je vingers en een beetje duwen, duw je hem hier naartoe, zodat het er zo uitziet. Kijk, dus gewoon heel simpel zo duwen. En dan draai je hem om zo, terwijl je hem goed vasthoudt. En deze twee vingers duw je dus het papier naar elkaar toe. En dan heb je een driehoekje gemaakt. Ik zal hem even omdraaien. Zo, heb je dus een driehoekje. Wat je nu doet, is de punten van de zijkanten naar boven vouwen. Dus ik pak het bovenste punt en die vouw ik naar boven. Hetzelfde doe ik aan deze kant. Naar boven. Dan ga ik het omdraaien. En ik ga hetzelfde aan deze kant doen. Die naar boven en die naar boven. En nu heb ik eigenlijk een tulp. Dit lijkt wel heel mooi op een tulp. Nog een steeltje eraan en een mooi bloemblad. Oké, nu ga ik de twee zijkanten naar binnen vouwen. Ik begin met deze kant, die vouw ik zo naar binnen. Hetzelfde doe ik aan de andere kant, de punt gaat gewoon naar binnen. Dan ga ik mijn werkje nu omdraaien, doe ik hetzelfde aan de andere kant. Zo. Dan ga ik deze twee bovenpunten ga ik hier naar binnen vouwen. Kijk maar, ik til even een beetje, zodat ik het beter zie. Hier, dit kan ik open vouwen. Die vouw die ik net heb gemaakt, hè, die kan ik zo open vouwen. Zie je dat? Nou, wat ik dus doe is, deze bovenkant, die duw ik erin. Doe ik ook aan de andere kant. Hier, deze ga ik dan eerst dit flapje openmaken. Hier, je ziet ook wel, als ik er een beetje aan trek, dan zie je dus dat randje. Kijk, die kan ik zo mijn vinger tussen stoppen en openmaken. Nou, dan ga ik dit dus daarin steken. En gewoon een beetje naar binnen duwen, totdat hij niet meer verder kan. En dan druk ik het plat. Ga ik omdraaien, doe ik hetzelfde aan de andere kant. Ook hier, even flapje openmaken. Zo, is die open. Ja, open. Die naar binnen. Zo. Dan ga ik dit een klein beetje zo open trekken. Zo. En dat maakt het even wat makkelijker voor mij om te zoeken aan welke kant het gaatje is. Kijk, hier is het dicht, die moet ik niet hebben. En aan deze kant
kan jij zo een gaatje zien. En in dat gaatje ga ik dus blazen. En dan blaas ik dus mijn kerstbal op. Ik zet even het filmpje uit en ik ga even hierin blazen. En dan ga ik weer verder opnemen zodra ik het heb ingeblazen en dat het open is geklapt. Kijk, hier zie je het. Ik heb hier in het gaatje geblazen. En nou is dus mijn kerstbal mooi open. Nou, ik kan hier nog wel iets meer blazen, zodat dit ook helemaal open gaat. Kijk, en dan is dit dus mijn kerstbal. Hier zie je al dat ik hem versierd heb. Ik heb er ook aan hangen, een lintje eraan hangen, zodat ik het in de kerstboom straks kan ophangen. Nou, hoe heb ik dat gedaan? Ik heb gewoon een satéstokje gepakt en heb ik een klein stukje afgeknipt. Heb ik een lintje gewoon aan vastgeknoopt en er dan ingestoken, zodat hij nou eigenlijk blijft, zodat hij blijft hangen. Ik hoop dat je hebt kunnen zien hoe je zelf een kerstbal kan vouwen en mooi op kan blazen om straks je kerstboom mee te versieren. Wil je meer ideeën voor vouwwerkjes? Abonneer dan mijn YouTube kanaal. Je kan ook kijken op mijn website voor nog meer vouwideetjes op www.jufjannie.nl.